we staan hier bij Bram Been. Hij is de organisator van het zomercarnaval hier in Bergijk. En we zijn dan toe aan de tweede editie dit jaar. Ben je al een beetje zenuwachtig? Nou, dat is nou onderhand wel over. We hebben eigenlijk alles nu al op de rit staan. De optocht is onderweg. En ja goed, het plein staat vol. Het bier is aangesloten. Dus nou kunnen we wel tegenaan. Dus de zenuwen zijn nou wel weg. Ja, er staat hier heel veel volk. Dat had je waarschijnlijk wel verwacht. Nou ja, verwachten weet je natuurlijk nooit. Gelukkig zit het weer mee. Maar ja, goed, vorig jaar was het ook heel erg druk. En toen was de verrassing eigenlijk nog veel groter, omdat het inderdaad de eerste keer was. En ja, toen stonden er zoveel mensen langs de kant, dat hadden we echt niet verwacht. En nu, ja, volgens mij, nu staan ze er weer. Dus volgens mij hebben we vorig jaar iets goed gedaan. En na de optocht, was er hier dan nog te beleven? Want dan gaan de mensen waarschijnlijk allemaal niet naar huis, of wel? Het is niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat iedereen blijft. Hè. Ik zeg al, het weer is goed, dus het gaat niet regenen. Dus we hebben hier nog allerlei optredens op het plein. Waaronder de BZB, dat is denk ik wel de bekendste naam. Die beginnen om 7 uur. En dan hebben we nog een optreden van de Party Freaks daarna. We hebben nog DJ Ricky. En meteen na de optocht, ja, dan hebben we nog allerlei andere optredens. Ook van de samba bands die ook met de optocht meelopen. Dus druk programma. Ja, wat vind je er nog van, want het is nog bezig? Het weer in ieder geval is goed en ja, het was een leuke, maar korte parade. Ja. En wat ga je dadelijk nog doen? Ja, hier de zaak afwerken, hè. deze avond naar muziek luisteren? Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Om zomaar 6:30 begint de band. Ja, dat ligt aan John, ja, hoe gezellig hij is. Ja, je ziet er heel gezellig uit. Ja, vind je, hè?
welke groep zijn jullie? CV de Pruts van Schestel. En wat vond je van de sfeer? Ik vond het super gezellig, het was goed druk. En er gewoon heel veel mensen en gewoon de muzieksfeer zat er goed in. Dus ja, het was echt top. Echt. Ja, geweldig natuurlijk. Hè. Wat wil je meer? Het zonnetje en een geweldige sfeer. Ja, erg leuk. En wat ben je dadelijk van plan om te doen? Nou, ik blijf voorlopig nog lekker hier. Ja goed, het is natuurlijk de horeca heel goed verzorgd. Je bent lekker buiten. Wat wil je meer? Dus nee, wij blijven voorlopig hier. Ja. Het is heel druk hier, hè? Ja, het is enorm druk. Ik ben een uur geleden hier aangekomen, verbaasde. Om te zien hoeveel mensen er zijn uit Begijk zelf. Maar ook heel erg veel toeristen. De campings zitten vol natuurlijk en gelukkig dat die ook hier zijn. Dus echt Bergijk promotie zoals we dat graag zien. Ja. Heel veel plezier nog. Oké, dankjewel. Ja. Wat dacht je? Het is mooi weer en het is de ideale tijd om naar het zomercarnaval te komen. Ja, het is heel mooi weer dus. Ja. Wat kan er missen hier nou? Wat vind je van de sfeer hier? Dat is hartstikke goed. Mooi gelaten en zo, dus ja. Heb je de optocht ook gezien? Klein stukje, dus ja, het duurde niet lang, maar het was mooi. Dus, kort maar hevig. Ja, kort en hevig. Ja, dus, en wat ben je nog van plan om te doen? Nou, hier laat ik nog even wat bandjes bekijken en zo. Ze komt. Veel plezier. Ja, dankjewel. Hoe is de sfeer hier? Ik denk goed. Het is redelijk druk, 1:15 was het niet zo druk. Maar na de optocht is het hier het plein goed voor geworden. Dat is dus de doelstelling, hè? Dus heel gezellig. En blijf je nog voor de band? Sorry? Blijf je nog voor de muziekband? Jawel, we gaan er denk ik heel vanavond nog een feestje van maken. Dus ja, dat gaat wel lukken vanavond. Oh, veel plezier! Ja, dankjewel. Hoe vond je de optocht? Leuk, hartstikke leuk. Deze vier, prachtig. Mensen, super, super happy mensen. Wauw, 10 points. Ja. En wie was er bij jullie om jullie te begeleiden? Die naam weet ik niet, maar ik denk dat Danisha, denk ik.
Bij Miesje. Ja. En ga je hier nog een feestje van maken nu? Tuurlijk, we moeten nog bij die podium dansen. Oké, okay, heel veel plezier. Ja, we danken. En jullie ook. Ja. 10 point. Nederland 10 point. Oké, okay, dank. Dag Martien, leuk je te ontmoeten hier op het zomercarnaval hier in Bergijk. Ja, het is iets anders dan op Facebook, hè. Ja. Wat vond je van de optocht? Nou, ik moet zeggen, het is veel mooier dan vorig jaar natuurlijk. Maar hij is wel klein, maar er waren leuke dingen te zien. Ja. Veel leuke danseressen waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Oké, okay, nog veel plezier hier. Oké, okay, dankjewel Nicole. Wacht even, tijd voor een nippelgate. Oh, hey, wacht. 1, 2, 3. Woehoe! Ja, dat mag wel niet op tv komen dan. Nee. Nee. Oh. Fijn visje, hè. En jullie vielen er wel boven, wij jullie staken er bovenuit. Wij dachten, ja, wel, hun kennen wij ook. Ja. Leuk hoor. Ja. En waar zijn jullie eigenlijk van? Van Campen TV. Oh jee! Okay. Zaterdag komen jullie op tv. Dan gaan we kijken. Heel goed. Okay. Tot zaterdag en zondag. Doei. Doei. Doei! Verder wil ik alle deelnemers van harte bedanken. Echt top van allerlei kanten. Allerlei verschillende. Zoals samba bands, maar ook redelijk schaars geklede dames enzovoort. En goede muziek. Ja, zeker, inderdaad. Met zo'n evenement moet er toch ook iemand van de gemeente aanwezig zijn. Hè? Dus ja, we moeten inderdaad aan het werk. En is dit je vuurdoop? Ja, eigenlijk wel. Voor zo'n groot publiek is mijn vuurdoop inderdaad. Ja, dus. Wat vind je ervan? Ja, supermooi. Geweldig evenement. Ik denk, ik weet niet hoeveel mensen, maar misschien wel 1000 mensen. En zo'n weer, dus helemaal top. Ja. Heb je de optocht ook gezien? Ja, ik heb de optocht ook helemaal gezien, dus dat was ook heel goed. Ja. De danseressen komen hier achter ons weer eraan. Ja, de danseressen die komen langs, dus echt zomercarnaval, hè? Braziliaans tintje. En wat ga je vanavond nog doen? Blijf je hier? Ik blijf hier nog wel even hangen. Ja, verder weet ik niet, ik moet morgen weer gewoon werken natuurlijk. Hè? Ja, nog veel plezier. Ja, dankjewel. Hè. Komt goed. Jullie? Ja, dat was geweldig. Alleen het weer is al helemaal goed, hè? Echt tropische warmte. Het was net zo gezellig als in het campusuurtje. Ja, dat was ook heel gezellig, hè? Met de danseressen erbij en zo. Maar ja, nou waren er nog een paar meer. Ja. Dus, en veel publiek. Ja. Dus dat was mooi. Hebben jullie leuk gedaan? Ja. Nog veel plezier. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Straks hier nog even optreden. En dan nog bandjes vanavond en zo. Dus dat wordt wel gezellig. Oké, okay, geef er nog een lap op. Wat zeg je? Geef er nog een lap op. Geef er nog een lap op. Ja, dat zeggen wij zo niet, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Okay. Tot straks. Ja, tot straks. Leuk hier te zien. Ja, jij ook, Nicole. Maar de vorige keer was het campusuurtje, hè? Inderdaad, ja. Ik heb gezien dat je niet alleen goed kunt babbelen en goed kunt trommelen, maar ook goed kunt dansen juist in de optocht. Ja, dankjewel. Ja, het hoort er allemaal bij, heb ik gezegd, hè. Alles wat los en vast zit mag bewegen, dus... Nou, ik denk dat we dat vandaag hebben laten zien. Ja. Dus, ja. Ik wou zeggen, ik kan niet stuk zo'n dag natuurlijk op deze manier. Was het gezellig? Ja, ontzettend. Tot nu toe. Het wordt daar, ik denk, nog veel gezelliger. Het is jammer dat het niet live is, anders waren er misschien nog meer mensen hier naartoe kunnen lokken. Ja. En jullie gaan straks nog optreden? Ja, we gaan dadelijk over een minuutje of 10 gaan we nog optreden. Gezamenlijk met een andere samba band. Dus gaan we nog één keer vlammen vandaag. Okay. En daarnaast gaan we feesten. Maak er een goeie feestje van. Dankjewel Nicole. What did you think about the summer carnival? Wow, it's very nice, very enthusiastic, and people are very friendly. It's very lovely. I'm from Brazil. For me, it's my first time here, and I promise I come back next year. Okay, then we see you next year. Yes, of course. Thank you. Summer Carnaval. Bye-bye. See you next year. Hi, Henry. Zelfs de Crazy Cross is hier aanwezig. Ja, zeker. Alle evenementen die in Bergijk zo georganiseerd worden, die doen mij als Crazy Cross ook mee bezoeken en mee ondersteunen in ieder geval. Dus ja, kei leuk. Wat vind je ervan? Ja, toch geweldig dat je in de zomer carnaval kunt gaan vieren. Korte broek aan, t-shirtje aan en gewoon lang leven lol. Kan. En pintjes bier. Hè? Ja, en pintjes bier. Dat hoort er natuurlijk bij. Hè? Er is niks mis mee. Hè? Op z'n tijd een watertje tussendoor, dat kan je gewoon volhouden. En hoe was de Crazy Cross?
Ja, Crazy Cross was echt weer geweldig dit jaar. We hebben gewoon echt, echt genoten. Ja, we zijn alweer bezig met de voorbereiding voor 2017. Ja, het kan gewoon niet op. Oké, volgend jaar zijn we terug van de partij. Ja, zeker weten, zeker weten. Ik hoop dat jullie in ieder geval ook weer er een mooi filmpje van maken en ons evenement mee promoten. En veel plezier vandaag. Ja, jullie ook. Wat vonden jullie ervan? Geweldig. Mooier is vorig jaar. Ja? Ja. Heb je hem vorig jaar ook gezien? Ja. Ja. Maar toen was je veel korter en nu was je veel langer. Oh ja. Nou deden er meer groepen dan mee. Ja. En volgend jaar een derde editie dan? Wat blieft? Volgend jaar een derde keer dan? Ik hoop het wel. Ja. Het is wel gezellig, hè? De mensen naar buiten, hè? Ja. Ja. En met zeker het mooie weer. Zeker weten. Maar goed dat het niet regende vandaag. Nee, het moet niet meer niet regenen. We moeten maar druk blijven daarvoor. Ja. Ja. Oké, okay. Veel plezier. Dankjewel. En het is heel makkelijk, wij zetten het refrein in en jullie maken hem af. En volgens mij kennen de meesten van jullie het refrein wel, dus we gaan hem niet oefenen. Maar dames en heren, even de vraag aan jullie. Voor Berengijk, zijn jullie klaar om te zingen? Berengijk, dan doen we nog een keer met z'n allen! En alles komt wel goed uitgenodigd voor gesprek, maar daar gaf ik geen gehoor. Niet dat ik niet wil luisteren, maar ik lag nog op in oor en besef. Het is weer een feest gegaan, kwam nu de dag bij het ontbijt. Dit gebeurt me echt nooit meer, op deze kwestie van tijd. Ik heb er eens de kans gehad, maar wederom vergooid. Maar ik heb er één ding van geleerd. Hands up!
dinsdag is